Ruigoord. Een klein dorpje, een vlekje bijna, op een tiental kilometers ten noorden van Amsterdam. Niemand zou het ooit opgemerkt hebben, als niet 25 jaar geleden in het kader van de toen al ontruiming van het gebied in verband met het opspuiten voor de uitbreidingsplannen van de haven, een paar Amsterdammers waren geweest die besloten hadden om dat vlekje, bestaande uit een kerk en wat huizen, op de nominatie om gesloopt en opgeruimd te worden, om die plek te kraken, te bezetten. Om te proberen op die plek een bolwerk te maken tegen die oprukkende haven, tegen dat industriële geweld. Voortgekomen uit de krakersbeweging en langzamerhand uitgegroeid tot een kunstenaarsdorp, tot een actievoerdersdorp, tot een dorp waar mensen leven die zich zorgen maken over de wereld, over het milieu. Die iets willen doen. Iets willen doen aan de wereld en voor de wereld. In de vorm van culturele manifestaties. In de vorm van reizen naar landen waar normaal gesproken Nederland helemaal niet bestaat. Waar niemand ooit van Nederland gehoord heeft. En waar plotseling dat Ruigoord in de vorm van het Amsterdams Ballongezelschap, al of niet met de luchtbus, verschijnt. Zover als India, Zuid-Afrika, Mongolië. Ruigoord is een culturele actiekern geworden. In 25 jaar, in 100 seizoenen, is Ruigoord bijna niet meer weg te denken. Wie in Amsterdam de alternatieve clubs, de alternatieve denken, het alternatieve doen wil zoeken, gaat op een zondagmiddag naar Ruigoord. Waar niet alleen mooie natuur, maar ook actieve mensen bezig zijn. Ruigoord bestaat dit jaar 100 seizoenen, 25 jaar. Maar wordt bedreigd. Bedreigd door de haven, bedreigd door de plannen. Dit programma laat zien wat op 24 juli gedaan werd om in ieder geval weer eens een duidelijk standpunt in te nemen. Ruigoord ongehavend. Het is 24 juli vandaag. We zijn op het 25-jarig jubileum van Ruigoord. Aad, mag ik jou vragen, wat is voor jou Ruigoord en waarom ben je hier? Ik ben in Ruigoord omdat ik het heel aangenaam vind om hier te zijn. En de mensen zijn allemaal heel feestelijk aanwezig. En je komt al heel lang hier op Ruigoord? Sinds 1992. De eerste keer met mensen uit Mongolië. Dat was ook een prachtig mooi feest op de vlakte hier. En de tweede daarna in 1993 met Aboriginals uit Australië. En dat was het laatste grote feest. En dus dan daarna was het elk jaar nog kleine feestjes hier achter in het oerwoud. Heb jij dat nou ook? Tenminste, ik heb dat zelf. Als ik op Ruigoord ben, heb ik altijd iets van... Voor mij is het een soort is het heilige grond, een heilige plek. Ja, zeker. Er zijn ja. Bepaalde plekken, ben ik van overtuigd, die hebben... Ja, die hebben dat. In Nederland heb je ze, maar je hebt ze ook in het buitenland. Die kun je vinden, die plekken. En voor mij is het Ruigoord ook. Heb jij dat gevoel? Ik voel dat dit is heilige grond. Ja. En dat wil ik ook heel graag beschermen. Dat moeten we allemaal samen doen. En het is belangrijk dat het ook zo blijft zoals het is. Het is het mooiste natuurgebied wat we hier hebben in deze omgeving. En zo fijn, je kan een klein uurtje fietsen en je zit hier in het oerwoud. Het is natuurlijk bijna uniek. Vanuit Amsterdam, hè? Ja. Ja. Aad was dit. Dankjewel, ja. Aad. Goed. Aad, dan heb ik nog een vraag aan jou. Je had het net over dat je hier in 92 was en 93. Met ja. De Aboriginals en de Mongoliërs. Mensen uit Mongolië. En mensen uit Mongolië. Zou je daar nog iets meer over willen vertellen? Nou, De mensen uit Mongolië, daar was ik heel blij mee, want die komen zo ver om naar Ruigoord te komen, nietig plaats hier aan de kust. En er zijn ik geloof al een week of drie zijn ze gebleven hier.
prachtig mooie tijd gehad met die mensen. En het jaar daarna waren de Aboriginals hier, een heel grote groep. En toen hebben we uiteindelijk een rituele dans gedaan op de vlakte hier, van 2,5 uur lang. En het werd zo heet dat het water stroomde van mijn hoofd af. Die dans? Hoe heette die dans? Het was een rituele dans die ook tegelijkertijd in Australië gedaan werd door duizenden Aboriginals. Ja. Het is natuurlijk heel bijzonder, hè, Aad, dat ik denk dat Ruigoort ook een heel grensverleggend gebeuren is geweest. Het heeft heel veel mensen hier naartoe gehaald. Vanuit Ruigoort is er ook heel veel muziek naar Nederland gekomen. Want je ziet nu ontzettend veel mensen met de didgeridoo. En de djembe's. Dus het is heel belangrijk voor heel Europa dat dit hier kan plaatsvinden. Het is prachtig. Ja. Het is gewoon een heilige plaats. Ik ben er heel blij mee. Nou, ik ook. En wij allemaal, denk ik. Dankjewel. In Ruigoort wordt feest gevierd. En als Ruigoort feest viert, als het Amsterdamse Ballongezelschap iets doet, dan doen ze dat altijd helemaal zelf. Zoals ieder jaar in Paradiso, is er ook bij dit 25-jarig jubileum in Ruigoort erg veel zelfwerkzaamheid. Mensen die zelf dingen maken. Kunstenaars of gewoon mensen die het feest opluisteren met allerlei zelfgemaakte attributen. Decors. Alles wordt zelf gemaakt, eigen creativiteit, een eigen Ruigoortsfeer. Dingen samen doen. Dat is een deel van het geheim van Ruigoort. We zijn de kostuums aan het opknappen van de drummers. Die moeten nog 10 jaar mee. 15. Of 15 jaar. Ze gaan al 10 jaar mee, maar ze zijn nou erg versleten. En ze moesten hoog nodig opgeknapt worden. Het is allemaal laatste minuten werk, dus wij zijn een beetje overal en nergens op het moment. Dit wordt een decoratie voor boven de bar. Dus, maar misschien krijg ik het niet af, hoor. Dan laat ik het maar lekker zitten. Ga ik eerst mezelf mooi maken. Ja, mooi. Ja, 25 jaar Ruigoort. Geweldig. In ons bestaan. Ja. Fantastisch. Op naar de volgende 25 jaar. Ik woon hier niet 25 jaar, hoor. Ik woon hier 10 jaar. En het is de meest fantastische tijd in mijn leven. De vrijheid die je hebt en voor kinderen is het hier fantastisch. Ja. En voor je geweest? Nou, ik heb hier kort gewoond. Ik woon nu in Amsterdam, maar ik ben hier geweest 25 jaar geleden. En ik ben vrienden van de dorpen al die tijd. Dus je bent ook een beetje jarig vandaag? Ja. Ja, heb ik ook het gevoel. We zijn allemaal een beetje jarig, hè? Ja. Ja, mooi. En jou zelf? En jijzelf, wie ben jij? Céline? Ik ben Céline en ik voel me ook een beetje jarig. Ik kom hier pas 5 jaar eigenlijk. Nou, dat is toch wel een hele tijd. Ik ben nog niet eens 25. Ook dat nog. Ongeveer dezelfde als ons. Zo zie je, maar alle leeftijden lopen hier door elkaar heen. Ja. Jong en oud. Jong en oud. Dezelfde leeftijden, ongeveer deze en hier van het. Alle generaties zijn hier. Generaties ja. Tegenwoordig.
gemaakt. Dit zijn ruigo's, dat is een nieuw betaalmiddel. Ja. Wat we in Ruigoord-Vrijstaat kunnen gaan gebruiken. In ieder geval op deze dag. En ik ben van plan om in plaats van in Legio lease of zo, FBTO, zo, waar Monique van de Ven steeds mee adverteert, toch maar te gaan investeren in ruigo's. Want kijk, het mooie is, het is net als bij de paardenrennen natuurlijk, van iedereen denkt dat Ruigoord al niet eens meer bestaat, weet je wel, terwijl het nog fantastisch helemaal aanwezig en bloeiend is. En daarom moet je gewoon wedden. Iedereen wedt op dat we hier weg moeten. En nou moeten de mensen gaan wedden met ruigo's. En ruigo's kopen dat het eeuwig aanwezig blijft. Ja, ja, ja. En dan zul je zien, dat worden ze in één klap miljonair ook, weet je. Want gedachten kijk, hebben krachten. Kijk, ik zie er al behoorlijk. Ik ben op weg miljonair te worden. Dus het, Mooi. Wil je iets vertellen, Hans, over de ruigo's, 25 jaar? Ik kan me herinneren dat ik hier 25 jaar geleden ook kwam. En dat het hier ook vol met mensen was. Nog veel voller dan het nu is. Het was nog niet zo mooi begroeid als het nu is. Maar het was toch ook een prachtige zomerdag. En toen was hier de pastoor. En met... Hans Plomp en Kees bezig om de kerk en de pastorie over te dragen aan ons. En ik was hier, stond voor dat huis waar ik nu woon met Gerben en zijn toenmalige vrouw Wilna. En ik met mijn toenmalige vrouw Petra, die ook nog steeds in het dorp woont. stonden wij hier en we hadden al een huis in Amsterdam gekraakt. Dat was net in het begin van die kraakbewegingen, de 71, 72. Dus wij wisten wel hoe dat moest. En toen hebben wij uiteindelijk met een paar mensen dat huis hier bezet. En toen was het allemaal nog een beetje anders dan het nu is. Want toen woonden we met een heleboel mensen in dat huis. En de kamertjes waar later mijn kinderen... de kinderkamers zijn geworden. Dat waren toen twee kleine kamertjes. En daar woonde in de ene woonde een vriend van me. De ander woonde een vrouw met een kindje. Die is na een paar maanden weer weggegaan. En onze woonkamer was gemeenschappelijke ruimte. Dat was de winkel. En daar kwam iedereen samen. En dan gingen we in 1974 naar voetballen kijken. Hè? En, in de gang tussen de keuken en mijn kamer. We hadden eigenlijk maar één kamer, de gemeenschappelijke keuken. En er was een gang tussen. En daar liepen de kinderen van Gerben en Wilna, Michael en Noemi, die renden daar doorheen. En toch vonden wij dat fantastisch. En we leefden toen jarenlang nog op olielampjes en kaarsen. We konden ook, als we ergens in Amsterdam in een huis kwamen, dan werd je verblind door al dat licht wat daar aanwezig was. En centrale verwarmen, daar konden we helemaal niet tegen, weet je wel. Als ik uit Ruigoord, als ik ergens in een café binnenkwam, dan zei ze van, jij komt zeker uit Ruigoord. Ik zei, hoe weet je dat? Want ik kende die jongen helemaal niet. Toen zei hij van, ik ruik het aan die houtvuurtjeslucht die om je heen verspreidt. Mooi. Ja. Nou ja. Het was een prachtige dag. En we hebben eigenlijk vanaf dat moment steeds... we wisten nooit. We dachten van, nou ja, voor een paar maanden, weet je wel. En toen werd het een jaar. En toen moesten we weer actie voeren om hier te kunnen blijven. Dus we hebben wel steeds onder druk gestaan om hier weg te moeten. Maar ja, die economie die zakte dus helemaal in met die oliecrisis. Dus er was geen enkele reden voor Amsterdam om daar verder nog... Zich nerveus over te maken. Maar wij hebben wel 25 jaar lang. En dat is wel. Zeg maar, dat heeft het dorp ook wel dicht bij elkaar gebracht, de mensen. Maar ik moet zeggen dat ik het ook wel eens prettig zou vinden om zonder die druk te leven. Hè? Dus dat je steeds met die druk van. Het spanningsveld dat je misschien moet verdwijnen. Nou, op een gegeven moment, de laatste jaar hebben we gewoon alles losgelaten. Gedacht van nou. Kom ons schelen. Misschien zitten hier nog wel 100 jaar. He, dat zal ik niet meemaken natuurlijk. Maar, we gaan gewoon een nieuwe vloer in het huis gooien. Weet je? Dus we hebben een prachtige vloer
aangelegd. Extra mooi. Ja, dat wou Elze Noor, die wou een mooie vloer hebben. Ik zei nee, dat gaan we niet investeren. Zo was het steeds, weet je wel. Dat je dacht van nou, we moeten hier misschien over een jaar weg en dan gaan we niet nog eens een keer investeren en ja, zo. Ja. Maar uiteindelijk hebben we het toch gedaan en hebben we ontzettend veel plezier van. Mooi. Ja. En ik hoop dat je nog heel lang kan behouden. Dat hoop ik ook. Met dankjewel. Dit was Hans Gitter, een van de artiesten die in het dorp wonen. Hij is schilder. En er zijn veel meer artiesten in Ruigoord. Dichters, schrijvers, schilders. En dit jaar, vanwege het 25-jarig bestaan, is er niet alleen een boek gemaakt over de historie van Ruigoord, maar ook een cd met muziek. Wij hebben de cd geproduceerd, ja. Van Ruigoord Ongehavend. Laat hem eens even zien. Nou, hier is hij dan. Met een tiental liedjes en een tiental gedichten. Een overzicht van de afgelopen 25 jaar culturele gebeurtenissen in Ruigoord. Jij bent betrokken geweest bij de productie in de studio. Vertel daar wat over. Nou, we hebben ongeveer zo'n 6-7 weken in de studio gebivakkeerd. En nou, we hebben hele mooie producten gemaakt. Wat staat erop? Simon Vinkenoog, Armand, ik ga even spieken natuurlijk weer, Lucas Amor met Livian Roos, Simon Vinkenoog, Leo van der Zalm, Diana Ozoon, Hans Plomp, Freddy Cavalli. Ja, voordat je ze allemaal op gaat noemen, ja. dat gaat zelf wel goed. Ik heb begrepen dat er ook een nummer op staat van Johnny van Doorn, ja. Postuum. Ja, Johnny staat er ook op. Het is een oud nummer van wat hij gebracht heeft. In zijn laatste jaren en dat is terug naar de natuur, jong mens. En dat is echt fantastisch om Johnny toch op de plaat te hebben. Hè, Johnny kwam hier ook altijd, die vond het hier al fantastisch. Dus daar ben ik heel blij mee. Kun je ook nog iets vertellen over je eigen bijdrage? Waarom heb jij die cd geproduceerd samen met anderen? Ik heb geproduceerd met Dirk, wiens telefoon nu gaat, en met Maarten Raamaker. Waarom ik deze cd geproduceerd heb, dat heeft te maken met dat ik al jarenlang het idee had om een landjuwel cd te maken. Vanwege het feit dat we ieder jaar in Paradiso een show brengen. En nou, nu is het eindelijk zover gekomen dat wij liedjes van shows en nieuwe liedjes samen hebben gevoegd om deze cd te maken. Met vooral mensen die toch een relatie hebben met Ruigoord. En waar is de cd voor verkrijgbaar voor de mensen? De cd is verkrijgbaar bij Bertus, Capelle aan de IJssel. Telefoonnummer weet ik niet uit mijn hoofd. Maar hij is dus gewoon straks overal te krijgen. In de platenzaken en had je idee. Nou, ik hoop dat jullie hem kopen. Dank u wel. Oké. Doei. Wat aardig van je dat je me dan net de weg wees. Ja, dat zand van Winkelbuiten in dat havenbedrijf, dat is asociaal, hè? Ja, ik kwam daar uit die bus en ik vroeg aan de chauffeur, wilt u me zeggen waar Ruigoord is? Dan zei ik, nou, dan moet u hier uitstappen, maar nergens Ruigoord. Toen zag je een heel grote woestijn van het havenbedrijf. Dat hebben ze, ze hebben een schitterend natuurgebied al vernield, hè, door de biotoop heen. Dat is, maar ik dacht, nou, ik doe mijn onderbroek gauw aan. Oh jee. Want ik zat in mijn blootje. Oh, help. Ik ga naar je toe. Nou, vond wel aardig. En met een kleine kindje. En denk, nou, ik moet je toch naar de juiste natuurbaden sturen. Dat je dus, dat je niet in het zand vast komt te zitten. Nee, ik had daar anders nooit gekomen. Ja. Nee, maar het is net zo, wat je daar ziet, die zandvlakte. Dat is precies zo als in 1969. Het zand van de uilen. Dat was hier toen een agrarisch dorp met boerderijen, landerijen, et cetera. De uil heeft via een zandbank, de Noordzee dus, dus met pijpleiding hebben ze hier meters zout zand overheen gegooid. Dat stuk is nou weer hetzelfde, maar gelukkig dat het zoutzand is, dat heeft mineralen. Ja. Daar heb je dus diezelfde biotopen er ontstaan als in de duinen. Oh ja. Als het nou dat is waarom je duin door hun groeit. Dus Het is hetzelfde als je in de duinen loopt, de Kennebeduinen of Duin en Kruidberg. Het is trouwens nog mooier hier, want je hebt hier wetgebieden.
Wat heb je hier? Wetgebieden met blauwborsten en salamanders. Ja, ja, de, ja, mooi, ja. Een unieke biotoop, rietorgers. Door wetgebieden, duinvalleien. Het is hier uniek. Het is echt een Europees uniek. Maar ja, door het havenbedrijf zijn ze weer terug naar af. Die hele weg die ze er hebben aangelegd. Wat helemaal niet nodig is. Dat is, ze hebben ontzettend veel verwoest. Maar ja, ik hoop dat het over 30 jaar dat het weer begroeid is. Maar tot waar is die haven nou gekomen dan? Nou, ze hebben dus vanaf het Noordzeekanaal. Ze hebben zeg maar, ik weet de hectares niet, maar ze hebben zeker 400 hectare al vernield. En dan hebben ze dus een heel stuk om een weg doorheen te leggen. Van het Noordzeekanaal naar Sigma, naar die verffabriek. Ja. Daar kom ik je tegen. Ja, ja, ja. In die woestijn. Ja. Maar je moet van de week, of morgen, wanneer je tijd hebt, ik weet niet hoe lang je. Ik hier volgende week met de jeepie te staan. Dus dat... Heerlijk, dan moet je best lekker gaan struinen. Gaan struinen, ja, ja. En dan zou ik je een tip geven: de middenweg hier. Ja. En daarachter, ja. Moet je even, als je dan even doorloopt, dat is ook al schitterend, dan krijg je een wetgebied. Ja. Het is een van de mooiste gebieden van Ruigoord. Er zitten allemaal blauwborsten, salamanders. Het is zo uniek, ja, zo mooi. Ja. Oh, mooi. Woon je zelf ook hier? Of een... Nee, ik ben een Sloterdijker. Nee, je bent Sloterdijker. Ja, maar ik kwam al in Sloterdijk. Ja. Had je ook een soort Ruigoord. Nou, dat werd dan allemaal het bouwterrein. Ja, en het schoof zich helemaal op tot hier. Ja, nou, ik ben, ja, vroeger fietste ik wel eens dat gebied daar. Ja. Maar dat is niet meer te herkennen. Ja. Ja, ik zocht eigenlijk altijd een stuk natuur, ja. Omdat ik in de moffentijd, zijn we gevlucht in de moffen en ik ben op de Veluwe opgegroeid. Hè? En toen later weer in Amsterdam, dus ik ben een Amsterdamse boer. Ja, nee, ik ben Amsterdam later weer opgegroeid, maar in mijn jeugd, mijn imprintfase dus, is op de Veluwe in de natuur. Dus in de natuur heb je altijd wel blijven zoeken. Het was een drama toen ik in 1949 in Amsterdam terugkwam, dus één grote stenen woestijn waar ik doodongelukkig werd. Dus op het moment dat wij in Sloterdijk gingen wonen, dan dacht ik, toen had je die opgespoten velden, hè, en dat groeide wild op. Ja, dan begon ik meteen, en had ik een hond en nog een zwerfhond. En op, ja, op een gegeven moment en kwam mijn roots, mijn jeugd weer terug. Ja, mooi. Ja, ja, ja. Ja, leuk. En vandaar dat ik, ik heb er geen genoeg van krijgen. Ik kan het niet laten, nee, hè? Nee. Ja, ik heb het ook hoor. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, maar... Ik mag zo graag buiten zijn altijd. Ja. Dat is nog het mooiste. Ja, ja. En het is ook heel belangrijk voor kinderen. Hè? Ja, ik vind het ze wel. Dus, als ik dan met mijn kindje naar loop, man, en ze zegt, oh mooi, dat is wel, dan smelt je toch. Nee, volgens mij, hier verderop bij Henny, ik noem altijd Henny de cowboy, die heeft dus paarden. Ja. Maar volgens mij heeft hij ook ponies. Ja. Misschien is het leuk als jouw klein... Is de, een man, ik heb zelf een paard. Oh, ook goed. Nou, dan kun je hem daar neerzetten. Oh, dat zou ik graag willen. Ja, van appel en ei. Heel goedkoop. Ja, is het zo. Maar ken jij hem goed? Ja, je kwam hier net aanlopen met hem. Als je daar even Rob vraagt, Rob van Toer. Wat zeg jij? Wat is het? Ja, er wordt even wat tussendoor gevogeld. Als je even... Ja, we zijn hier in Ruigoord, 24 juli 1998. En het bestaat 25 jaar. Roland, hoe lang kom jij hier? Ik kom hier zeker al zo'n jaar of 8, denk ik. Ja. Op het landje wel, en kamperen, en het woord in Ruigoord. Dat soort activiteiten. Hoort zegt het voort, uw gebed verhoord in Ruigoord. In ieder geval, ja, ik kom hier al 25 jaar en het is me een groot genoegen om hier wederom aanwezig te kunnen zijn. Een prachtige en gebeurtenis. Schitterende gebeurtenis, het wemelt van de mensen en Ruigoord is niet dood, Ruigoord is springlevend, dat zie je hier. Absoluut. Zonder meer. Heb jij al een glimps mogen zien van het boek? Ik heb nog niets gezien van het boek, maar ik weet zeker dat het prachtig is, want er zijn zoveel mooie dingen hier in Ruigoord gebeurd in de loop der jaren. Ja. Ja. En prachtig, zoveel prachtige mensen die elkaar hier ontmoet hebben en hier heel spannende avonturen met elkaar hebben beleefd. Allerlei bewustzijnstoestanden hier hebben verkend. Wat is voor jou een van de ervaringen die meteen in je geheugen komt als je zegt van wat is nou de mooiste? We staan hier op het plein voor de kerk. Ik herinner me een zomer, zondagmiddag. Er was een feest, allerlei mensen hier.
En er liep een man in een heel kort broekje, een zogenaamde potloodventer. Die liep inderdaad met zijn potlood te venten. En niemand die daar enige acht op sloeg. Iedereen deed net of die man van lucht was en niet bestond. Hem werd niks in de weg gelegd of verboden. Ik vond dat zo mooi, dat vond ik werk. Dat is voor mij een van de sterke herinneringen. Geen slechte marktverkenning geweest. Verder heb ik hier fantastische mensen beter leren kennen, zoals Rudolf Stokvis en Theo Kleij en Hans Plomp en Gerben Hellinga. Afijn, ik denk dat het nu tijd is in de ontwikkeling van Ruigoor om een soort van kwantumsprong te maken. En die kwantumsprong, dat is dat het hele dorp Ruigoor een drijvend eiland wordt. De technische mogelijkheden weer daarvoor. Weer terug eigenlijk naar wat het was. Hè? Weer het is terug. Ooit een drijvend eiland geweest. Je rukt me de woorden uit de mond, Roland. Want inderdaad, het was een drijvend eiland. En het zou dus weer kunnen worden. En dan kan het mee op die reis rond de wereld die we gaan maken in het nieuwe millennium. En 1 januari van het jaar 2000 vertrekt er een drijvend eiland vanuit Amsterdam op een reis rond de wereld. En dat is natuurlijk volledig ook in verband met jouw piepschuimproject. Ja, 525 dagen resten ons nog tot het jaar 2000. En in die tijd moet er veel ingepakt worden. En dan is het een kwestie van wegwezen. Ankers los. Ja. Ankers los. Nou, dat hoop ik zeker. En ik hoop dat Ruigoord meegaat, want dit zijn allemaal fantastische mensen. En zo zie je maar weer. Dat is Sander. Sander, kom maar even bij. Muziek hoort er ook altijd bij op Ruigoord. En zeker op de 24e juli. Want 25 jaar Ruigoord is reden om feest te vieren. En dan horen er ook feestredens bij. We gingen niet in de kerk, want daar was het wat donker en wat druk. Maar we kunnen wel horen wat er gezegd werd door Rob van Toer. Een feestreden over 25 jaar Ruigoord. Hans Plomp doet het allemaal uit zijn hoofd. Ik ben meer de man van de papiertjes. Aan de vooravond van een derde millennium, op de rand van een eeuwende, kunnen we constateren dat we met z'n allen, tegen beter weten in en tot verbazing van een ieder en van onszelf, het hier een kwart eeuw op feestelijke wijze hebben volgehouden. Een levend anachronisme misschien in de ons omringende maatschappij. In ieder geval niet iets dat achterhaald is, maar juist zijn tijd ver vooruit. De werkelijke sturende krachten achter Vrijhaven Ruigoord blijven ook voor onszelf onzichtbaar. Misschien heet ze wel Rudolf. Een gelegenheidstriumviraat opent daarom deze feestelijkheden met korte beschouwingen over verleden, heden en toekomst. Mijn onderwerp is dus vooral het heden, de status quo. De meest gestelde vraag in 25 jaar Ruigoord is wel hoe lang het allemaal nog zal duren. Welnu, op deze feestelijke verjaardag van dit dorp kan ik daar als altijd al kort en duidelijk over zijn. Dat weet op dit moment namelijk nog steeds niemand. Eén ding is duidelijk. Het uur der waarheid kruipt steeds dichterbij. Zakelijk gezien zijn we wat betreft juridische mogelijkheden zo goed als aan het eind van ons Latijn. Maar anders dan bij de Wereldcup is er bij dit wel erg langdurige partijtje voetbal geen sprake van een echte beslissende match. Wel is het zo dat elke komende rechterlijke uitspraak beslissend kan zijn. Ik zal het u uitleggen.
Eind september of begin oktober van dit jaar behandelt de Raad van State een door ons, en hopelijk ook door andere organisaties, in te dienen verzoek tot schorsing van verdere werkzaamheden aan de haven. Hangende de behandeling van eveneens nog aan te tekenen beroepen tegen het bestemmingsplan. Wijst de Raad van State ons schorsingsverzoek af, dan is dat beslissend. In dat geval kan Amsterdam hier een haven realiseren. En begint er voor het oeroude eiland Ruigoord een nieuwe periode waarin niets meer ooit hetzelfde zal zijn. Ik mocht in de kranten lezen dat Wijk aan Zee zich opwerpt als het cultureel dorp voor het jaar 1999. Ik vind dus dat voor het jaar 2000 het dorp Ruigoord nog heel wat te doen heeft. Ik zou bovendien toch even mijn verrukking erover willen uitspreken dat er een burgemeester in Nederland was die hele boze gezichten maakte in Den Haag. Maar zoveel gelukkige gezichten om u heen. Komt u kijken, heer IJsselman, erbij. Dus een zware aardig bij. En u stond erbij en ik keek ernaar. Dat was natuurlijk Simon Vinkenoog. Een van de steunpilaren van Ruigoord. Iemand die altijd beschikbaar was voor een lezing, een voordracht, voor het dichterscircus. Simon Vinkenoog die ook heel vaak meeging, onder meer naar Duitsland, om op te treden tijdens de reizen van het Amsterdams Ballonsgezelschap. Simon Vinkenoog die ook op de feesten in Paradiso altijd aanwezig was. En niet alleen hij, heel wat Amsterdamse kunstenaars dragen Ruigoord een goed hart toe. En veel van die mensen staan in het boek 100 seizoenen Ruigoord. Prachtig boek, gemaakt door Aja Waalwijk, Hans Plomp en Ted Doorgeest. En dat is te koop. 100 seizoenen Ruigoord. Thank you.
Thank you.
Nou Hans, voor Luc Sala Televisie, vertel het eens. Wat is hier gaande en wat vieren we vandaag? Ah fijn, dit is 25 jaar droomrealisatie. Het is een droom die 25 jaar geleden begonnen werd. En die ingevuld werd. En die een vorm kreeg. En die levensvatbaar bleek. En waarin mensen, bloemen, blauwborsten, aalscholvers en paarden, koeien zich gelukkig bleken te voelen. Kortom, het was, ik zeg meestal, de grootste tovenaar is wie zichzelf betovert. Maar vertel eens, wat doe je met een droom die gerealiseerd is? Ja, dan ga je in leven. Ik bedoel, we hebben communistische dromen gehad, fascistische dromen gehad. We leven thans in een kapitalistische droom. Alles is Maya, zoals we als eenvoudige reïncarnisten weten. Maar als alles toch Maya is, waarom dan niet de prachtigste illusie scheppen? Een illusie die de mens in staat stelt om zich te verheffen, om verlicht te worden, om geluk te vinden, om te genieten van het leven. Het is toch allemaal illusie. En een illusie is kneedbaar materiaal. En ik vind ook, dan moeten we het ook behoorlijk kneden. Nou, jullie maken een goede kans dat je er voorlopig hier het mooiste van gemaakt hebt tot nog toe. Nou Henk, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben ontzettend dankbaar dat we dit hebben mogen doen. En het is natuurlijk ook dankzij het feit dat we eer en respect bewijzen aan geesten zoals de heilige Geertruida. Die in wezen een christelijke vorm is van de oude vrouw Holle. Die we allemaal de sprookjes kennen. Het feit dat wij daarin geloven, dat zal door veel mensen afgedaan worden als kinderlijke fantasieën die zijn blijven steken in de puberteit. Maar ja, we hebben doorgezet en het blijkt dus wel te werken. En dat was Hans Plomp, een van de originele bewoners die 25 jaar geleden als krakers Ruigoord binnentrokken. Deze expositie is ingericht door Rob van Toer en Elsje Stoetinga.
mijn dank, of onze dank hiervoor. En ook heel veel dank naar Floris, die al deze foto's heeft laten ontwikkelen bij het laboratorium. De collectie is, zoals misschien iedereen weet, afkomstig of vanwege het boek dat is verschenen, waar Ted en ik een half jaar aan hebben gewerkt. En we hebben dankzij een kleine subsidie de mogelijkheid gekregen om van elke fotograaf een foto uit te vergroten. Ook mensen die uit de boot vielen tijdens het maken van het boek, zoals Kees van Mierop, hebben gelukkig op deze manier toch nog een foto kunnen bijdragen aan deze tentoonstelling. Ook daar zijn we heel dankbaar voor. Het is een overzicht van 25 jaar, maar een hele gekke collectie. Want een man als Wim Ruigrok heeft een actiefoto van de Kraak. Pierre Michel heeft een tent van het Anarchistenfestival waarop geen mens te zien is, want het was verboden daar foto's te maken.
zomernacht op de oude veenklomp. Met gesloten ogen sta ik. Vage stank van stad verdwijnt onder de geur van vlier en lindenbloesem als een lijf onder de sneeuw. Tante Jans vertelt hoe ze haar klompje vulde uit de sloot wanneer ze dorst had. Minder dan één mensenleven terug kwam er een einde aan miljoenen jaren schone aarde. Aan de horizon, bewaakt door grimmige engelen met vurige zwaarden, raast de horde onverdroten voort, bordurend aan de lijkwade voor moeder aarde. Al die lange eeuwen zonder elfen, feeën, nimfen, heksen, wonderen, hoe houden we het uit? Opeens fluistert de wind, een naam in de struiken. Een huivering gaat langs mijn ruggengraat omhoog en kippenvel. En eens klaps chirpt een krekel, zachtjes loeit een koe, die heeft het ook gehoord. Alles ademt geluk, als in transe sta ik onder de oude iepen op het kruispunt van Ruigoed. En wees...